Goedemorgen! Tweede dag jumping, hemelvaartse dag. Het is al druk eigenlijk, het is pas 8:30, maar inmiddels zie ik al overal iedereen rondhobbelen. Zowel dressuur als springen, dus ik ga even laten zien hoe het eruit ziet. Hier hebben we al heel veel ruiters. En natuurlijk hun supporters. Eens even kijken, want we hebben hele grappige driewielers. Hier op de manege rijden ze rond op hele grappige driewielers. Dus die ga ik even laten zien. Nou, ze zijn daar. En nu stoppen ze er natuurlijk acuut mee. Kijk, nou of niet. Gaat er al gebeuren? Ja. Komt ie. Je moet stemmen. Nou, daar gaan ze. Hoe grappig zijn die dingen dan? Ik denk dat het parcours inmiddels geopend is om het te bekijken. Dus iedereen is rond aan het lopen, aan het uitmeten. Zoals ik al zei, het juryhok heeft een bel. Nou, alsof ik erom vroeg. Hij doet het. En aan de andere kant hebben we dus dressuur. Ja, gezellig druk al. En dat is om 8:30 ochtends. Dat is best leuk. De inschrijvingen zijn geopend. Nou ja, niet de inschrijvingen. Je kunt je melden dat je er bent. Kijk, daar zitten ze dan allemaal klaar. Ja, druk hebben we ook hier. Het is nog steeds geen stoepjes vandaag. Normaal wel hoor. Vandaag is het de beurt aan de equipe. Dus dat betekent dat de maneges tegen elkaar aan... niet tegen elkaar. Dat betekent dat de maneges tegen elkaar strijden. Om te kijken welke manege de equipe wint. Of eigenlijk de springwedstrijd gewoon wint. Het zijn allemaal manegeruiters en ponies en paarden. Die gaan dus springen tegen elkaar. Dus je kunt als manege winnen en individueel weet ik eigenlijk niet. Dat zal ik nog eens navragen. Even nagevraagd. En je kunt dus individueel winnen en je wint als manege. Nou, het parcours is dus geopend. Dus iedereen kan nu kijken hoe die moet springen. Wat de volgorde is. Ik zie daar verder zo ongeveer over die hindernissen heen gaan daar. Oh nee, toch niet. Met Lotte daarachter. En hier gaan dus we zo meteen beginnen. Andere kant is dressuur. De eerste dressuurruiter tussen de olijfbonen door. Ja, zie je al rijden. Die gaat zo ook van start. Nou ja, losrijden. Ik denk dat ze binnen inspringen. Ga even kijken. Nou, dressuur losrijden is dus buiten en het inspringen is dus binnen. Onder de discobal. Ze hebben gelijk een feestelijk gevoel. Oh ja, heb je naam. Goedemorgen, kijkers van Hart voor Paarden. Ik moet altijd nadenken. Daar zijn we weer, Jumping Maassluis. We hebben de equipewedstrijd. En de eerste paar deelnemers van onze equipe, van ons team, zijn al geweest. We hebben al een paar foutloze ronden. We hebben er ook al eentje afgehad. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. En ik zeg, je moet zitten en erbij blijven. Maar oké, ze zijn natuurlijk wel wat zenuwachtig. Ik ook, het is lekker weer. Ja, Rebecca, wat wil je dat ik nog meer zeg? Amy gaat naar de tweede ronde, dus ik denk dat je die even moet filmen. Want ze reed de eerste ronde keurig, maar een balkje op de laatste. Dus ik ga er even een tip geven. Let op. Amy, in die laatste lijn opvangen. De rest was supergoed gereden, dus hou die concentratie. Goed focus. En dan... Gaan we daar naar kijken. Gaan we daar naar kijken. En je bent nu hier coach eigenlijk? Ja, tot 1:30. Dus jij begeleidt onze ruiters nu eventjes door het parcours heen.
Wel fijn dat je dat wil doen. Ja, maar goed, ze zijn natuurlijk ook allemaal bij mij op de donderdag en vrijdagavond aan het springen. Dus dan moet ik er toch ook even bij zijn. Dat ben ik met... Nou, we gaan er even kijken. Oké, tot later. Tot later. En daar is onze Kim voor het eerst in een ensemble niet zijnde rijkleding. Ja. Ik bedoel maar, wat ga je doen vandaag, Kim? Ik ga vandaag helpen bij de kidsclub. Dat vind je mama vast heel erg leuk. Kan je al tekenen op armen? Ja, een beetje wel. Ja? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik kom straks wel even bij je kijken. Ja. Zo, ons Kimmetje zit hier klaar bij de smink. En ze heeft al gesminkt, namelijk... Tada! Oh, ik kan mezelf niet draaien, zo. Hart voor paarden logo. En hier is ze heel goed in. Dan moet ze hem wel recht houden, Amy. In Swadrig. En op dit moment denkt Fabienne, doet u mij ook maar. Wat wil jij, pa? Stip. Stip wil ze. Nou, Kim. Succes. Kijk, Donna en Tessa die hebben al prachtige cupcakes gemaakt. En die zijn nu een deurhanger aan het maken. Dit is van voor Ster. Oh, sterretje en hartjes met sterretjes. Wat lief. Super schattig. Iedereen kan hier gewoon komen knutselen hoor. Het is niet alleen voor de manege meisjes. Het is ook gewoon voor alle meisjes en jongens die hier vandaag bij Jumping Maassluis zijn. Met hun ouders mee of komen kijken naar broers of zussen. Dus van harte wel. Er is een enorm handige creatie gemaakt. De beste creatie van Jumping. Nou, in ieder geval voor mij. Voor anderen natuurlijk niet. Maar alle ouders en andere supporters, mensen die willen filmen, die kunnen. Daarop staan! Hoe handig is dat? Je hebt gewoon een trappetje. Ik heb al een paar keer gefilmd daar. Ik dacht eigenlijk dat daar iets anders zou komen. Maar je kunt dus gewoon hier een trappetje op. Zo, ja, maar aan twee kanten hebben we ook leuningen. We hebben hier een reling. En zo heb je natuurlijk prachtig uitzicht over het hele parcours. Dus iedereen die wil filmen of foto's maken, die kan het gewoon vanaf hier doen. Hoe handig is dat? Ja, en bij Manege Meerdorf ook wel. Ja, want... Ik loop hier al zo'n 37 jaar mee, dus... Maar eigenlijk ben je jury, hè? Ik ben springjury. Springjury, ja. Vorig jaar heb ik nog bij je gezeten. Dat klopt. Vorig jaar heb ik 4 dagen zitten jureren. Dit jaar ben ik assistent bedrijfsleider. Nee, wedstrijdleiding. En wat doet de wedstrijdleiding? Die zorgt dus dat alles een beetje in goede banen loopt. Dat het springterrein er goed bij ligt. Alles bij de jury is goed geregeld. Let je ook op de paarden? Nee, paarden doen wij eigenlijk niet. Nee, dat is dus het onderdeel wat dan bij de jury gaat gebeuren. Ja. Dit is eigenlijk alles eromheen. Dus dat de startlijsten correct zijn, dat ze goed zijn ingevuld, dat alles netjes op de computer staat. Dat de juryleden goed worden ontvangen, begeleid, weten waar ze heen moeten. En ja, dat is er eventuele klachten zijn en dergelijke, moeten die ook opgelost worden. Dus wij hopen dat dat allemaal niet het geval is. Dat we dat niet krijgen. En binnen 3 dagen, wedstrijd 4 dagen hier. Ja, dus... vandaag en morgen doe ik het alleen. En dan vrijdag of zaterdag en zondag samen met Patrick Bosman, die dus eigenlijk de wedstrijdleider is. Dus als er dan echt dingen zijn, dan mogen ze naar jou toe? Als er bepaalde dingen zijn, mogen ze naar mij. Trying to can't go on when it feels like the world.
Dressuur is afgelopen. Dus we gaan verder met springen, ook in deze bak. Hallo Christine, hallo Kimmetje. En hier zijn alle staanders en spullen om hier een heel mooi parcours van te maken. Daar zijn de parcoursbouwers die precies weten hoe het moet. En ze hebben hele mooie dressuurbalken op een alternatieve manier gebruikt. Ja. Ik denk dat daar binnen moet blijven of zo. Een soort afrastering. Ja, het wordt zeg maar het pad. Er komt daar een pad waardoor de ruiters zo een langs de zijkant naar het losrijterrein kunnen. Maar daar komen hier die grijze palen, die komen wel vandaar, die komen daar nog tussen. Zo wordt het zo'n mooi paadje. Nou, heel goed. Dat wordt het. Jullie zijn hardwerkend. Ja. Goed bezig. Alle hardwerkende paardjes staan weer op het land. Dit parcours, dat is er al. En aan de andere kant zijn ze bezig met alles af te breken van de dressuur. En morgen komt er ook springen. De vrachtwagen staat er al. Dus nog even hard werken. En dan begint morgen jumping voor de KNS paardjes. Dan kunnen ze punten gaan springen. Leuk dat je hebt gekeken naar Jumping Maasluis. Geef een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Tot morgen. Tot morgen. Doei.